Hoe bouw ik systematisch en succesvol een platform op? Ik werk hard voor wat ik doe en ik maak het met heel veel plezier. Dus het is ook heel kwetsbaar voor mij. Ik zou eerder compleet proberen trots te zijn op mezelf. Op wie ik ben, wat ik denk en hoe ik me voel. Leuk dat je kijkt en luistert naar ZVD-TV. Waarin ik in gesprek ga met ondernemers. Met in deze aflevering media-ondernemer JJ Boske. Welkom bij ZVD-TV. JJ, welkom. Leuk dat je er bent. Gezellig media ondernemen. Ja, ja, dat was mijn openingspraak. Deze dus ja. noem ik je maar even. Ja, klopt dat? Zeker. Ja, toch? Ja. Um... ja het is ook een moeilijk iets. Omdat de ja over de jaren dat ik aan het ondernemen ben. En laten we eerlijk zijn. Ik zeg dat ik dat al een kleine tien jaar doe. Maar ja. ergens kwam ik er halverwege achter dat. De vijf jaar die ik daarvoor heb ondernomen, een soort van meer een speeltuin was... en ik echt heb leren ondernemen. Ja, dat was aanrommelen. Ja, ja dat was aanrommelen. En op een gegeven moment kom je ergens terecht waarvan je denkt, oké, okay, er is hier uh, succes, risico, uh, tijd, energie. En dan ga je het ineens vormen en denk je, ik ben nu echt aan het ondernemen. Ja. Uh, als je het opzoekt in het woordenboek, denk ik ook niet dat ondernemen iets is wat, uh, wat een in- en een uitpunt heeft. Nee. Uh, maar dat is gewoon een gevoel. Wanneer was het voor de eerste keer dat je dacht van, oh ja, nou wordt het wel serieus? Um, toen ik. Um, nou, we hebben hiervoor ook even een gesprekje gehad over uh, views. En, en, ja. en, en wat je eventueel uh, eraan zou kunnen verdienen. Uh, ik merkte toen die allebei tegelijk omhoog gingen. dat uh, ik echt een merk aan het bouwen was. en dat mensen me op straat ook aanspraken op het feit. dat ik een mooi merk aan het bouwen ben. Day one heeft het dan over. Day hè? one, ja. En ja. ik heb daarachter nog wel wat andere dingen ook lopen. die ook succesvol gelukkig nu zijn. Mm -hmm. um, en toen begon ik wel te denken: oké. Okay, het begint nu heel serieus te worden. Ja. Ik ken ook een hoop mensen die in de media werken die alleen kijken naar views. Um, en dat is voor mij nooit geweest. Hoe groot is dat risico? Ik wil meer weten ja? over je bedrijf en ja, wat er achter zit. Hè? Maar ik like, bedoel, veel mensen kennen je als, als een YouTuber. Hè? Want maar Day was denk ik wel iets breder dan dat. Ja. Maar laten we even op, op YouTube inzoomen, waar toch de race best wel op de views zit. Hè? Als we ja. kijken naar veel kanalen, hoe vetter de thump... en hoe klik ik de titel en uh, noem allemaal maar op. Hoe gaan jullie daarmee om? Uh, ik denk dat we onszelf wel eens bedenken... dat we dat allemaal zouden willen wat jij nu opnoemt. Alleen, ik geloof dat wij over de jaren... een loyale doelgroep hebben opgebouwd van gelukkig honderdduizenden. Mm -hmm. Waardoor het ook levensvatbaar is. Mm -hmm. um, door goede content te maken die... Van hoge kwaliteit is voor YouTube-standaarden ja. waar altijd iets te leren valt, soms ook een stuk entertainment. want dat moet ook, uh, waar we altijd uh, de kijker proberen te verrassen, ze mee proberen te trekken in een verhaal. Uh, ik denk dat wij dat altijd hebben gedaan en we kijken natuurlijk naar een titel en een tump, hm. alleen op een gegeven moment voor de mensen die dat niet weten: er is MrBeast, een van de grootste YouTubers ter wereld, uh, heeft een tactiek van uh, snel snijden, kijken, hierheen beetpakken, meesleuren. Uh, weer veranderen, heel snel. Het, je, je krijgt er bijna een soort van... ja, wat is het een tik van? Ja. Uh, daar uh. zeiden mensen altijd... ja, dat moeten jullie ook gaan doen. Uh. Dat hebben wij eigenlijk nooit gedaan. We zijn altijd dezelfde koers blijven varen. We kunnen er soms een beetje snelheid in gooien... maar het is altijd een goed verhaal vertellen. En toen ben ik eigenlijk een soort van gekomen met... een goed verhaal wint altijd. Uh -huh. um, en dat geloof ik gewoon ook op YouTube... maar ook op Instagram. Maar dat verhaal kan uh, tien seconden zijn... Kan een minuut zijn, kan anderhalf minuut zijn, maar kan ook 20 tot 30 minuten zijn. Ja, want daar wissel jij wel in. Hè? Aan de ene kant kun jij hele uh, nou, soms best diepe gesprekken voeren. Ja. Uh, al dan niet als gast, maar, mee, maar ook binnen je eigen domeinen doe je dat soort dingen. Uh, en en uh, op een andere dag uh, cross je weer met uh, weet ik veel, 250 km per uur met weet ik veel, wat voor een dikke bak. Ja. Over slans herenwegen. Wat is de rode draad daarin? Is dat, zijn dat die gesprekken? Ook. Maar ik denk dat. Nou, om een voorbeeld te noemen, ik kan niet met uh, DJ La Fuente in een Ferrari stappen als, dat, als die, Ferrari, die, heeft, die Ferrari heeft een verhaal. Dat is dat ding waar hij aan gesleuteld heeft? Wat zei je? Wat, is dat dat ding waar hij aan ja, gesleuteld heeft? <laughs> nou, dat is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Van de, uh, laten we zeggen, we pakken de gesleutelde de, de versleutelde Ferrari van uh, DJ La Fuente. Dat is een verhaal wat veel verder gaat dan die Ferrari. Mm -hmm. Uh, waar is hij uh, 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 als kind zijn passie? Hoe is hij bij DJen gekomen? Uh, welke valkuilen heeft die, uh, uh, is hij ingestapt en heeft hij overleefd? Mm -hmm. um, hoe is hij daar naartoe gekomen? Die Ferrari staat voor iets. En ik denk dat, dat, een, dat een hoop mensen dat vergeten. Wij kunnen dan wel in de titel zetten, 500.000 euro Ferrari. Ja, dat is, jou om naar, dat is om jou naar ons filmpje toe te kunnen Zo drukken. Werkt het, ja. Zodat je daar de juiste informatie krijgt. Ja. Wij zullen nooit een titel maken die niet terugkomt in de video, maar waar je ook niets van leert. Nee. Wij, zorgen dat je onze, wij zorgen dat we jou naar de video toetrekken en dat je daar echt beter wordt gepakt en denkt bij jezelf, oh, bedankt. En krijg wat je belooft. Krijg of wat we, je de, wordt beloofd de, en meer, we, hopen ja. we. Ja. Dus. Natuurlijk rijden we in die Ferraris en natuurlijk laten we die mooie auto's zien. Maar we hebben ook de verantwoordelijkheid, daarom doen we ook een stukje finance op ons kanaal, ja. om te laten zien hoe je dat voor elkaar zou kunnen krijgen. Maar ook dat je het verhaal hoort van René van der Zel, dat hij nu een nieuw gebouw ernaast heeft gebouwd, wat hem voor het eerst onder water heeft gezet. Waar hij toch wel moeite mee had, omdat hij dat als ondernemer nog nooit heeft meegemaakt, omdat hij bootstrapped is. Uh, uh, zo kunnen we Joep Verbund van Matt Sleeps uh, horen we dat hij hiervoor al drie vier bedrijven heeft gehad voordat hij een van de meest succesvolle e-commerce e ja. ja bedrijven ja. heeft van Nederland. Ja. Um, en ik denk dat bij ons de auto, om maar weer even de auto als voorbeeld te nemen, meer een, een, een iets is. Om over te praten waar een heel mooi verhaal omheen hangt, of niet? Die jij ook opzoekt op het moment dat je in die auto zit en je ja, reageert met die Ja, en, ja. Ik, Als ik alleen maar ga vragen hoe duur de auto is, over hoe snel die rijdt, hoe hard die rijdt, waarom je voor die kleur hebt gekozen en wat, waarom jouw passie voor auto's is, dan denk ik dat we heel snel ja. uitgepraat zijn. Schets het bedrijf eens even, uh, Day One in zijn totaliteit, voor mensen die het niet kennen, maar ook voor mensen die het misschien van buitenaf wel kennen, maar neem ons eens mee naar binnen. Wat, wat, wat is het bedrijf vandaag de dag? Het bedrijf is. Um... Ja, het is een mediabureau eigenlijk. En daar zijn wij over de jaren naartoe gegroeid. Omdat ik ben begonnen bij 101 TV, bij 101 Bars. Daar heb ik heel veel geleerd over online iets neerzetten. Um, en toen ik begon oh, online, toen was uh, tv echt nog zoals ik dat noemde shit dus dan kwamen de televisiepresentatoren bij BNN er binnen en dan... daar ben je toch ook heb je ook... Ja. BNN heb je toch ook nog ja, ik een soort heb bij van BNN Academy. de interne opleiding gedaan ah Coolcast dat wil je graag toen... uh, televisie doen hm. nou ik ben dus van origine rugby speler geweest ja. en toen ik dat niet meer beroepsmatig deed toen moest ik iets anders zoeken en toen kwam ik bij Coolcast van BNN terecht omdat het me heel leuk leek om aan de achterkant um, radio te maken leek me heel knus en gezellig zoals dit ja. lekker praten ja. iets moois vertellen ja. naar nou, mooie verhalen op zoek Um, en vanuit daar ben ik bij 101 terechtgekomen, dat was het ja. digitale platform van BNN. Uh, 250 kijkers op de maandag en uh, we hadden taart, dus uh, dat was echt nog uh, echt even wikkelen, pionieren. pionieren. Ja. Uh, maar die liepen eigenlijk hun tijd al ver vooruit. Ja. Um, en daar ben ik begon, begonnen met presenteren. Daar leerde ik bij 101 Barst, ze hadden een YouTube-kanaal, uh, hoe het digitaal allemaal werkt. Uh, in de hip-hop schoot het allemaal omhoog. Is een van de eerste YouTube-kanalen en online-platformen die echt naar de, naar de honderdduizenden kijkers ging. Ja. Uh, en daar leerde ik gewoon heel veel. Toen kwam ik uh, Giel Verstuk TV tegen. En die zei: Jay, ik wil dat je meedoet aan een programma bij ons online. Zeg ik Ja, ik weet niet of ik online moet doen. Ik doe nu televisie. <laughs> ja. uh, Hoe lang geleden uh, is dit? Uh, ja, dit is. Pak een beet. Ja, ik denk een jaartje of tien geleden Ja, wel. zoiets. Ja. Misschien ietsje korter. Nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik, ik, ik weet nog dat ik toen net bij Veronica had getekend... om mijn eerste televisieprogramma te doen. Waar ik heel goed verdiende voor, voor die tijd. En dat was ook in jouw, op dat moment jouw perceptie de hoogste standaard... zo'n beetje die je kon bereiken. In, in mijn media perceptie ja. was dat de hoogste standaard. Helemaal ja. omdat ik ondertussen denk ik uh, 6, 27 was. Vier jaar lang stage had gelopen bij BNN. <laughs> uh, en met bedoel ik, stage lopen bedoel ik echt 250 euro per maand. Mm -hmm. Stage lopen. Uh, alles leren, uh, s'avonds erbij werken, nog een beetje rugby, bij mijn vader in het schoonmaakbedrijf werken, uh, met drie man samenwonen, om het te kunnen betalen. En daar eigenlijk op dat moment ook nooit over na te hebben gedacht, omdat ik dacht, ik kan een opleiding doen. Maar die opleiding, daar creëer ik een schuld. Omdat ik mezelf ken, ik ga lenen, en dan ga ik mezelf makkelijk maken. Ik weet niet of die opleiding bij me past, daar ga ik over de jaren pas achterkomen. Dat ik, ja, ik kan hier bij BNN ook een interne opleiding doen. Alles leren. krijg er ook nog eens 250 euro voor. Ja. Nou, als ik dan s ochtends en s avonds een beetje bijwerk en op mijn geld let, dan zou ik hier uh, er wel wat van kunnen maken. En toen kwam Giel. En toen kwam Giel en die zei: Wil je meedoen aan Road Trippers? Dat is een uh, reisprogramma waarin je backpackt de wereld over. Zonder geld, twee teams tegen elkaar, wie komt er het verst? Toen dacht ik: Wow, dat is vet. Ik zeg: Op welk uh, televisieprogramma is dat? Of welk te televisiekanaal is dat? Hij zei: Nee, dat is YouTube. Toen zei ik: Ja, maat, YouTube. <laughs> ik weet het niet. En toen zei hij, doe nou maar, want het lijkt me heel leuk. En um, je past er goed bij. En toen zei ik, ja ik weet het niet. Hij zegt, mag je dan dit weekend meenemen naar iemand die al wat op YouTube doet, om je te laten zien hoe dat allemaal werkt? Ik zeg, ja maar dat weet ik wel. Hij zegt, ja maar wat het voor je kan betekenen. Oké. Okay. En toen uh, ging ik met hem mee naar de Beauty Gloss Party. Uh, Marcia van Beauty Gloss was toen een van de grootste influencers slash YouTubesters. En die had daar de beurs van Berlage uitverkocht met honderden gillende vrouwen ervoor. Allemaal producten die ze zelf had gemaakt. Van yoga tot boeken, planners, alles erop en eraan. Deze vrouw was helemaal zelfsustainend door YouTube. Toen ging ik ook nog eens kijken bij Giel op zijn Instagram. Ik had duizend volgers, had er al 33.000. dacht ik, oké. Okay. Dit betekent dat we iets kunnen maken wat voor onszelf is. Waar je niet een contract hoeft te tekenen bij een van de grote zenders. Waar je een x-aantal uh, televisieprogramma's krijgt. Um, en waar je niet weet wat je gaat maken. Ja, dit kost mij tijd, energie, een klein beetje geld. Nou, dat is alles wat ik heb. Een klein beetje geld. Ik heb <laughs> tijd en ik heb energie, dus laten we het gewoon proberen. En zo ben ik gestart. En als je nu aan mij vraagt, ik dacht dat ik toen al een beetje aan het ondernemen was. Mm -hmm. Maar als je toen aan mij vroeg, is dit een, uh, <laughs> een goed businessmodel? Had mm. ik gezegd ja. En over de jaren kom je erachter dat het alleen een goed businessmodel is als je, uh, <laughs> als je echt weet wat je aan het doen bent. Mm. Want dat is niet een... Uh, het is een, niet, een, geen, een lopen race. Nee, Zo. want nee. er zijn er maar een paar die het heel goed doen. Ja. Uh, hoe goed doen jullie het? Heel goed voor wat wij doen, zeker. Want, even terug naar de business. Uh, even wat, wat, kun je wat cijfers noemen? Hoeveel mensen, hoeveel productie doe je? Uh, gewoon even ja, wat, ik wat kan wel wat noemen. Je wil ik denk delen. dat wij tussen de uh, 2 en 8 miljoen views per maand doen over de platformen. Wij hebben uh, volgens mij 98,8% mannen die kijken dus daar zijn we ook op gefocust, ja. uh, want ik wou mijn eigen niche vinden. Mm -hmm. merkte heel snel dat er heel veel mooie uh, vrouwenkanalen waren, vrouwen mm -hmm. die vlogten over van alles en nog wat. Ik miste het voor de mannen, had ik ook nog zoiets van oké okay, als ik nu dan een, een boekje wil kopen bij de Albert Heijn, dan ging ik kijken en dan vroeg ik waar zijn de mannenbladen en dan kwam ik de JFK tegen en dan eerste volgende mannenblad de actueel, toen dacht ik, nou, dat is wel een beetje staat het nog heel ja, actueel. ja, nou ja dat, dat was toen in ieder geval uh... toen dacht ik oké okay. Uh, en alles wat mannenbladen waren vond ik niet heel spectaculair. En toen ging ik online kijken, daar was ook niet zo heel veel. Dus mm -hmm. iedereen, ja, maar daar is ook een reden voor. Toen dacht ik, ja, maar ik wil dit toch zien. Toen ging ik een beetje aan mijn vrienden vragen. En toen ben ik iets gaan maken wat toch wel wat specifieker voor de man is. Ik vind het heel fijn dat er ook best wel wat vrouwen kijken. Uh, maar ergens moet je een keuze maken, wat is mijn doelgroep, op wie ben, ga ik me richten. En dat was op dat moment een man. En procentueel is dat dus ook je kijkersdoel. Ja, dus dat. En uh, tussen de 2 en de 8 miljoen mensen. Hoeveel mensen heb je werken voor je? Uh, inclusief stagiaires, bijna tien. Oké, okay. op een kantoor en zo? Ja, op een kantoor, alles erop <laughs> en eraan. Ja, mensen kijken daar nog wel eens van op. Het <laughs> ja, is was een, een soort bedrijf. van YouTube-kanaal. Ja. Ja. Nee, ja, wij, zijn, wij doen niet onder voor andere hele grote uh, online bedrijven. Wat zijn je businessmodellen? Hoe verdien jij je geld? Dat uh, kan echt op verschillende manieren. Dat kan right. zijn van uh, sponsorship... Dus uh, ik noem maar wat op. En Philips zegt, wij hebben hier een uh, nieuw scheerapparaat. Kan je dat meenemen in je content? Uh, YouTube views, eigen producten. Dus leuk dat Philips komt, maar misschien is het ook goed om eigen producten te lanceren. Uh, we werken voor grote bedrijven om ze te helpen met... oké, okay, maar hoe bouw je nou zelf zo'n platform? Wat heel interessant is, want eigenlijk hoort elk bedrijf... een soort van zijn eigen content toch wel te kunnen beheren op, op platformen. Um, want waarom zou je het ergens anders uitgeven als je het zelf kan maken... Goed extern bureau inhuren. Daar zijn, zijn wij bijvoorbeeld voor. Om, met veel ervaring die ons daarbij kan helpen. Nou, en zo hebben we eigenlijk een, een huisje of zeven, acht. Waar geld heen stroomt. Qua, waar, waar geld vandaan komt. Van wie is het bedrijf? Van mij. 100%. Ja. Oké. Okay. Weet je ooit verkopen? We hebben aanbiedingen gehad, zeker. Uh, maar ik denk ook dat de aanbieding vooral ligt in de kennis die we hebben. En ik denk ook dat we uh, echt bedrijven verder kunnen helpen. Dus voor mij is het over de jaren heel erg geëvolueerd naar iets. Een soort van. Eerst was het een simpel YouTube-kanaaltje. Dan merk je dat je een bak aan kennis aan het vergaren bent. Mm -hmm. Lanceer je twee, drie eigen producten. die eigenlijk ook heel goed gaan. Dus word je heel zelfsustainend. Komen er steeds grotere uh, merken die met je willen samenwerken. Dan vragen ze ook nog eens of je ook nog content voor hun kan maken. Dus wij hebben eigenlijk aan alle kanten. best wel heel goed in de gaten wat we moeten doen. En wil je die kennis met ons, van ons krijgen. Ja, dan zou je het hele bedrijf moeten kopen. Alleen dat is best wel ingewikkeld, omdat er best wel wat aan vasthangt. Mm -hmm. uh, maar zou ik het kunnen verkopen? Jazeker. Zou ik het willen verkopen op dit moment? Weet ik nog niet. Maar dat komt meer omdat het echt uh, zich ook aan het ontwikkelen is naar iets waar ik persoonlijk en de mensen die bij mij werken ook consultatie doen. Dus gewoon echt bedrijven helpen. Wat voor in bedrijven? In marketing. Dan? Echt gewoon, zijn het B2C bedrijven, B2B, moet dat niet? Alles beide. En die Meiden. komen bij jullie met de vraag van: wij moeten ook content maken, willen ons kanaal inrichten en hoe doen we dat? Ja, we willen marketing. Uh, hoe denk jij, wil je creatief meedenken? Kunnen jullie creatief meedenken? Ja, oké, okay, dat kunnen we. Hm. Kijk, dit kunnen we. We kunnen het ook nog eens maken. We kunnen je vertellen waar je het moet uitzenden. En als je het echt wil, kunnen we jouw bedrijf ook nog op ons kanaal uitzenden, als je dat zou willen. Dus we zijn. 63, zelfsustainend. Is dat vergelijkbaar met een bestaand... Laat zeggen, hoe is de relatie met de klassieke mediawereld? Voor zover die nog klassiek bestaat. Wat in nou ja, We zenden ook... nu uit op Veronica. Dus uh, ja. onze programma's worden direct overgekocht. Die we gewoon op YouTube maken en die, die worden op Veronica uitgezonden. Dus daar, maar voor de rest hebben we niet heel veel in gemeen. Kijk, als je gaat kijken, een Talpa doet in principe niet anders. Die maakt televisieprogramma's. Die televisieprogramma's maakt ze om te verkopen. Daarnaast hebben ze natuurlijk reclames, inkomsten, uh, tv, radio, alles erop en eraan online. Maar hebben ze ook hun eigen merken? Dus ze hebben volgens mij ook platformen uh, die ze zelf neerzetten in hun eigen reclames die ze runnen. Volgens ja. mij is, wat was dat nou? Maar ik kom er even niet op. Maar volgens mij hebben ze van die vakantie deal sites en, ja, 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 en dat soort dingen. Ja, die zijn ja. gewoon van Talpa. Ja. Dus ja. zij zorgen er in principe ook voor ja, dat zo, ze ja. 360 sustainable zijn. En dat is natuurlijk dat is waar wij online ook mee werken. Hoe zie jij video... Ja, ik, ik kan het geen televisie meer noemen. Mm. Uh, maar hoe zie jij... Maar je die... kan het wel tv Ja, nee? je kan tv noemen. Hè? Want het is gewoon een, een, een scherm. Ja, ja, dat is waar. Ja, het is gewoon We, een scherm. Het, wij zien het bij CVD is dat de grootste groeigroep. Hè? Dat zijn dus mensen die met hun smartphone Connected TV... Uh, Zelfdk. Ja, dus uh, dat, dat is gewoon, heb ik een keer klik, klik en, uh, en kijken. Ja. Als we nu kijken naar televisie en we kijken naar de klassieke spelers, hè, dus commerciële, de publieke, we kijken naar uh, streamingen, dus de Netflixen van deze wereld, we kijken naar YouTube, uh, we kijken naar de grote uitgevers die zich mengen, DPG, die ja. nu voornemens is om RTL te kopen. Het is dus nogal bewegelijk daar in dat landschap. Ja. Hoe zie jij dat bewegen? Zeg maar eens even strategisch en, de, en hoe plot jij daar Day One in? Hele open vraag dit, maar hoe zie jij die... Nee, ja, ik vind het een, een hele leuke vraag. Omdat het me ook voor het eerst echt over dat soort grote dingen doet nadenken. Omdat ik me meestal alleen maar druk maak om wat wij aan het doen zijn. Um, ik vind het heel knap hoe Videoland het doet. Doen fantastisch. Ik denk dat die steeds meer naar live moeten gaan. Omdat, mm. dat zie je nu ook met bijvoorbeeld het kickboksen. Die hebben dat wel echt nodig. Omdat je platform, uh, merk je gewoon dat voetbal, sport, over het algemeen live het best bekeken wordt. Dus daar moeten zij wel heen. Maar die gaan het ook moeilijk krijgen tegen de grote spelers. Die ja. gaan het moeilijk krijgen tegen Netflix, tegen Prime. Die, ja, als ze echt een beetje hun best willen doen in een bepaald land, dan, ja, dan komen ze met een stortvloed over je heen. Um, dus die moeten echt gaan zoeken naar ja, welke kansen opgaan. Ik denk dat die moeten gaan zoeken naar bijvoorbeeld bedrijven zoals wij. Dus uh, die, die al best wel heel veel volging hebben, maar ook een bepaalde vertrouwelijkheid hebben bij de kijkers. Mm -hmm. Ik denk dat die naar ons toe moeten komen of een DPG. Uh, en dat we met z'n allen samen een blok moeten vormen. En dan worden zij uiteindelijk meer waard om eventueel ook weer daar eventueel overgekocht te worden of kans te maken om tegen dit soort grote partijen op te boksen. Zijn er, worden de partijen te groot? Nou, ik denk dat het sowieso als we gaan kijken naar wat er dan wordt uitgezonden en wat er wordt gemaakt. Kijk, op het moment dat je ergens een mening gaat vormen. Um, en ook uh, uh, dat gaat uitzenden, dan wordt, het een, dan wordt dat een hele moeilijke situatie. Ja. Qua entertainment, um, kijk, daar zijn bedrijven al zo groot dat we er ja. zo weinig tegen kunnen doen. Dus dan zijn we wel redelijk laat. Want als wij kijken naar Amazon, die, wat die al allemaal al doen in totaal, is zo groot. daar komen we eigenlijk kunnen we dat niet meer bevatten. Mm -hmm. Dus we zijn daar wel echt laat mee. Mm -hmm. um, maar ik snap ook dat als je nu kijkt naar, naar DPG en RTL... en hoe dat allemaal moet gaan vormgeven. Ja, het is moeilijk omdat het wel zo groot wordt... dat het toch wel een soort van bijna alleen heerschappij wordt. En dat is iets wat uh, in mijn ogen qua media nooit helemaal kan. Nee. Het moet toch onafhankelijk blijven. Maar dan komen er wel ik weer brutale gasten zoals jij... die dan weer dat hoop uh, ik wel. een deuk in een pak boter slaan langs de zijlijn. Day One zei je, mannen ja. met name. Uh, what the Finance heb je ook, hè? Ja. Onderdeel. Is dat ook een day one initiatief Dat doe je samen met een paar partijen, toch? Ja, nou wat ik merkte is, dat, dat is ook voor mij alleen nog. Um, maar ik merkte dat, dus als je over die auto's praat, ja. dat je dat ze daar ook de financiële educatie wil geven om eventueel die droom waar te maken. En mm -hmm. of dat dan een auto is, mm -hmm. of dat je je eerste huis wil kopen, wat op het moment verschrikkelijk moeilijk is. Ja. Of heel simpel dat je gewoon voor je ouders uh, wil zorgen, omdat ze het moeilijk hebben. En ik ben op zoek naar andere manieren. Ja. En ik geloof gewoon dat een groot gedeelte van de jeugd, maar ik zie ook steeds meer wat ouderen op zoek gaan naar um, manieren om geld te kunnen verdienen. Mm. En manieren om zichzelf wijzer, beter en slimmer te maken. Als het gaat om omgaan met geld. Als het gaat om uh, omgaan ja. met geld, ja. maar ook... Uh, Klinkt om... bijna als een educatietaak die je daar hebt? Ik denk ook dat we die vaak hebben. Wat alleen je... die educatie, ik denk dat dat iets is wat wij graag op ons willen nemen. Alleen die kan er alleen maar komen door ook de juiste entertainment te bieden. Ja. Want als het alleen maar educatie is, wordt kijken het verschrikkelijk saai. Ja, ja. ja, en dan kijken ze ook gewoon nee, niet. Precies, nee. Dus mensen zeggen wel eens tegen ons: ja, maar hoezo heb je dan nu ineens een stuk educatie? En dan praat je daar over auto's. Ja, ja omdat daar over auto's, brengt jullie ook daarheen en andersom. Ja. Dat is gewoon wel maar, hoe het is. WTF is niet alleen mannen, denken. Dus nee, nee, er is heel veel mannen en vrouwen. Ja. Dat is echt, uh, uh, da daar merk je gewoon dat iedereen geïnteresseerd is in, ja. plat gezegd, geld verdienen. Ja. Um, hoe belangrijk is dat? Geld verdienen? Ja. Ik vind het, uh, ik, we kunnen het allemaal onder stoel of banken schuiven, maar ik vind dat heel belangrijk. En ik vind dat niet belangrijk omdat ik heel graag uh, heel veel geld wil verdienen. Maar ik merk dat alles duurder wordt. Ik merk dat alles moeilijker wordt. Ik merk dat de maatschappij gedre meer gedreven wordt op geld. Um, en ik merk dat ik het nodig heb om mooie dingen te maken. Ja. Dus daarom is het voor mij belangrijk. Ja. Ik heb het nodig om mijn gezin te onderhouden. Um, en uh, daarom is het belangrijk. Kijk, de hoeveelheid, daar kunnen we met z'n allen nog heel lang over praten. Maar het is wel belangrijk. Word je er gelukkig van? Uh, soms. En soms ook verschrikkelijk ongelukkig. Hmm. Want het, is, uh, het neemt ook een bepaalde druk met zich mee. En het is ook als je het eenmaal hebt, ik dacht vroeger altijd dat het dan, uh, dat, dat ook een hoop zou oplossen. Maar er komt ook een hoop druk bij kijken en een hoop verantwoordelijkheid. Ik heb ondernemers gesproken die een bedrijf hebben verkocht die echt teringrijk zijn, weet je wel, tientallen ja, miljoenen. Super ongelukken. En die zei: ja, en dat zei ze, en dan, ja, die. En toen had ik er een probleem bij. Ja. Die, weet je wel? Want heel veel geld te hebben is ook weer gewoon een ding. Daar, daar moet je wat mee. Heeft het, heeft het ook te maken met. Uh, niet dat ik daar nou zoveel over wil uitweiden hoor. Maar je hebt best wel een soort. Uh, jouw jeugd was niet echt helemaal gladjes. Zit nee. uh, daar een raakvlak met hoe jij nu omgaat met dingen waar je vandaan komt? Ik heb wel uh, wat moeilijke periodes gehad ja, in mijn leven. Hoe kwam dat? Omdat ik gewoon een, uh, een jonge jongen was die uh, als kleinkind al opgegroeid was door overal te moeten vechten en overal voor te moeten vechten omdat ik heel klein was uh, en eigenlijk mensen dwars over me heen liepen en de enige manier waarop ik me kon laten gelden was door letterlijk en gruwelijk soms overal voor te vechten en en paama zorgde dan niet voor veiligheid of zo? oh zeker wel ja. hey paama waren juist de veiligheid ah, okay. zonder hun had ik hier nooit gezeten ja. maar ik was zelf gewoon best wel uh, uh, bewijsingsdrang. ja ja Heist zeker een mannetje ja nou gewoon wel dat ik ben klein uh, en, en jullie denken allemaal over mij heen te kunnen lopen, dat is prima. Maar dan moet je het proberen. Toen op een gegeven moment ontdekte je sport. Ja. Uh, daar kunnen we ook uren over praten. Ja. Want dat, uh, dat is best een heftig traject geweest. Hè? Of in die zin, dat de, mag ik het als niet gelukt beschouwen? Ja, zeker. De carrière, tenminste, ja. want je speelt op hoog niveau, voor voor toch? Voor ja. mijn gevoel is het niet ja. gelukt. Ja. Een hoop andere mensen hadden gezegd, als ik zo'n carrière had gehad, dan was ik daar super blij mee geweest. Ja. En dat was voor mij compleet geslaagd. Maar voor iemand met zoveel ambitie als ik. Uh, is dat, uh, heb ik het ervaren als niet gelukt? Want wat was de ambitie? De ambitie was om uh, in ieder geval tien wedstrijden op het allerhoogste niveau te spelen. In een van de top drie competities in de wereld. En Engeland was er daar één van? Engeland was de nummer één. Ja. Ja. En daar kreeg je een contract ook, of iets? En daar kreeg ik een jeugdcontract. En dan mocht ik meespelen in de jeugd. Um, en toen heb ik daar op senioreniveau heb ik uh, op het tweede hoogste niveau in Engeland gespeeld. Toen was ik 17, 18. Ja. Um, en daarna eigenlijk uh, tegen het eerste aangehikt steeds. Dus alsof je in de jeugd bij Arsenal speelt. En je hikt steeds tegen dat eerste team aan. Maar het lukt gewoon steeds niet. En toen raakte ik ook nog eens geblesseerd. En toen was het ook nog eens een attitudeprobleem. Omdat ik het heel moeilijk vond om me altijd maar aan te passen. En uh, dat zou ik nu heel anders hebben gedaan. Had je talent om die top te bereiken? Ik zelf denk van wel, anders had ik dit ook nooit op die manier ja. zo beschouwd. Ik heb dingen, ik heb met spelers gespeeld waarvan ik denk: jij bent heel goed en jij bent er al en je doet het fantastisch. En je bent multiple international, maar ik ben beter. Hmm. En wat is dan de belangrijkste, als je terugkijkt, hè, wat is dan de belangrijkste reden dat het niet, dat het niet gelukt is? Veerkracht van jou. Ja, Aha. dus ik was in Nederland altijd de beste, de ja. allerbeste, samen ja. met nog wat van mijn teamgenoten. Mm -hmm. Um, eigenlijk tot op dan toe ook niet uh, heel veel tegenslagen gehad. Ja. En dan, als je als jonge jongen naar het buitenland verhuist en um, je moet voor jezelf zorgen, je woont in een appartementje, uh, je moet elke dag anderhalf uur reizen om er te komen, het regent er elke dag, um, je hebt niet de wereld op te besteden, want rugby was nee. een professionele sport, maar ja, ik verdiende iets van uh, 800 pond per maand of zo, mm. plus ik kreeg een huisje. Um, ik moest heel snel volwassen worden. Ja, dat was, uh, daar had ik wel wat veerkracht voor nodig. En ik ben daar een beter mens geworden, zeker. Maar ik uh, heb het als rugbier niet als geslaagd ervaren. Nee. Hoe moeilijk is het dan om terug te komen en te schakelen en om nieuwe paden te zoeken? Ja, dat is het moeilijkste dat er is, denk ik. Mm. Ik denk dat dat iets is wat, uh, als je gewoon je hele leven hebt gefocust op één doel. Uh, en uh, dat is het. En je bent er ook blind vanuit gegaan dat dat, uh, dat dat lukt. Omdat dat is ook nodig in de topsport. Je kan niet twijfelen. Want bij nee. twijfel haal je het sowieso niet. Ja. Denk ik. Um, en sommigen hebben gelukt dat dat wel zo is. Mm -hmm. um, maar ik heb daar nooit aan getwijfeld. Um, maar als je dan terugkomt, je komt terug met niets. Ja, dan is er wel heel veel werk, tijd en energie in gegaan. Ja. En dan kan dat nog wel eens heel pijnlijk zijn. En wat, je had geen plan B? Nee. Ben je in diep gat gevallen dan? Of is dat, heeft, dat, heeft dat tijd gekost? Maar het gat was wel diep. Alleen, ik ben niet zo van het terugkijken. Mm. Dus ik kan wel nu zeggen: ja, het gat was diep en een heel emotioneel verhaal ophangen. Maar ik zit hier, ik ben nu 38. En ik zou het voor geen goud anders doen. Nee. Dus dat emotionele traject daar, wat ik heel moeilijk vond. En waarvan ik dacht: ga ik dit allemaal wel redden? En hoe ga ik mijn leven nu oppakken? En waarom loopt iedereen jaren voor op mij? Ik heb nog nooit enigszins echt goed verdiend. Ik kan nee. niet voor mezelf zorgen. Nee. Wat moet ik nu doen? Nee. Dat heeft me gemaakt tot waar ik nu ben. Het heeft me heel strijdlustig, uh, me. strijdlustig gemaakt, en uh, dus ook heel veerkrachtig. Ja. Iets wat ik daartoe niet had, heb ik nu juist heel erg. Daardoor. Daardoor. Dus ja. voor mij is het allemaal. Ik kan daarover klagen, maar. Kijk waar ik nu ben. Ja. Ik ben gelukkig. Uh -huh. uh, ik mag hier mijn verhaal vertellen, dus ik zal iets goed doen. Uh -huh. En. Um Eigenlijk is het oké okay zo. Het is een les van velen, denk ik, dat als je shit hebt meegemaakt. en de, iedereen is dat op zijn manier, denk ik wel. tenminste, zijn veel mensen die het wel gehad hebben. is dat je inderdaad erin kan blijven hangen. maar als je op een gegeven moment kan realiseren. van het he, alles wat je meemaakt, vormt je. Ja. En, en deal with it dus. tenminste, dat kun je, je, maar, beter, ja, je, kun je maar beter doen. Want ja. Je hebt geen andere keus. Nee. Maar als je dat dan in een positieve. iets in iets positiefs kan omzetten, dan is het tof. Bedoel, ja, we hadden het hiervoor. Voor, we hebben even een gesprek gehad die voorzitter even te praten. En ik vind het mooi hoe trots jij ook bent, wat je hier hebt neergezet. Ja. Dat is, dit is, dit onderhoud je zelf, doe je zelf. Je ja. verdient er genoeg geld mee om een mooi leven te leiden. Ja. Je kan mensen inspireren. Ja, ik bedoel... Dat had ik ook niet als jochie. Ik bedoel, ik kan mijn jeugdverhaal ook ophouden. Ja. Maar weet je, dat had ik als jochie eh, nogal angstig... in een onveilige omgeving vroeger. Had, ik dat, had ik dat ook niet gedacht, nee. snap je? Dus... En wat ik dus heb geleerd is dat we met z'n allen wel een verhaal hebben. Ja. En dat je daar je heel druk om kan maken... Of gewoon misschien doorzet. Want mijn verhaal klinkt moeilijk, maar ik kan er zo twintig opnoemen die het moeilijker hebben gehad. En die zijn er ook. Ja. Um, en die zijn ook gewoon gelukkig. Mm -hmm. En dat kan gelukkig zijn met uh, het succes dat je ervaart. Met de familie die je hebt. Het werk dat je hebt. De rust die je vindt. Er zijn genoeg momenten en manieren om gelukkig te zijn en te worden. En dat is, vind ik heel fijn. Het heeft zo weinig aandacht. Dan denk ik, ja, weet je, het is dubbel. Aan de ene kant. Ook op jouw kanaal, ja. ook op CVD. We ja, hebben het heel veel over ambities en bedrijven neerzetten en groeien. En het is ook allemaal gewoon vet. Weet je. Ik vind het allemaal super, super tof. Maar dan uiteindelijk... Ik kan nu aan jou ook vragen hoe gelukkig je bent. Want je hebt een vrouw, vriendin, vrouw, whatever. Heb je. En je hebt een kindje. Dat ja. zit toch? Ja. Eigenlijk. Maar dan wordt het zo cliché als een kindje. interview. Nee, nee, alleen het, nee, maar op gaan zitten. Het mag ook af en toe best wel een beetje cliché worden. Hè? Ja. Want als je de jongen bent die in Ferraris rijdt en Lamborghinis... en praat over auto's en bitcoin... En ETF's, en, ja. en, en goud en zilver. Um, en je kijkt op mijn Instagram en je ziet dit allemaal, dan ja. denk je jeetje. Ja. Dus het mag. Ja. Het, het, een soort van, het is helemaal niet gek om erover te praten. Um, maar ik wil graag beide werelden laten zien. Ja, het precies, een hoeft dat niet te het. bestaan maar. zonder het ander. En andersom. Ja. Dus en, da, en dat is een beetje waar mensen de nuance moeten gaan vinden. En dat zie je ook bij een hoop influencers, prestatoren, uh, online persoonlijkheden. Um, het is vaak één kant. Dus ja. ik ga nu in mijn auto rijden en dan ga ik jullie laten zien uh, hoe ik met mijn cursus en mijn auto heb gekocht. Ja, prima als je dat hmm. wil doen, geen enkel probleem. Maar vertel ook even het verhaal. Waar je vandaan komt, neem ook even iedereen mee in je emotionele beslissingen. Ja. En vertel ook heel even eerlijk dat je eigenlijk het meest gelukkig bent als je moeder voor je kookt uh, en je bij pa en ma aanschuift. en daarna met je uh, voeten voor de warme kachel gaat zitten. in slaap valt en denkt: Jeetje, wat ben ik gelukkig? <laughs> dat kan ook gewoon. Ja, dat het is. En en. Ja, het is. En en. Wat uh, is jouw advies aan uh, jonge gasten hè, die wat wat ze moeten doen op school... worden ze vaak niet zo geïnspireerd. En ze lopen enorm te zoeken nu van... Mm -hmm. weet je moet ik nou gaan, moet ik gaan studeren? Moet ik gaan werken? Moet ik gaan ondernemen? Als je dat soort vragen... misschien krijg je ze wel eens... kan ik me zomaar voorstellen... van jonge gasten hè, via ja, jullie ja. kanaal. Wat zeg jij dan? Nou, ik denk dat je op al deze facetten iets leert. Dus er zijn een hoop mensen die tegen school schoppen. Um, ik vind school een onwijs... Uh, leerzaam iets. En of dat dan is in uh, dat je wel de juiste opleiding hebt gekozen. Als mm -hmm. je de juiste opleiding hebt gekozen en je weet precies wat je wil gaan doen, is fantastisch. Mm. Uh, maar je leert altijd iets. En wat ga je anders in die tijd doen? Mm -hmm. Maar hoe werk je in groepen? Uh, kan je goed luisteren naar een leraar die je een opdracht geeft, die je misschien eigenlijk niet zo aardig vindt, maar die je wel nodig hebt om te kunnen slagen? Moet je mee omleren gaan? Uh, uh, mensen die bij je in de klas zitten, die je heel gezellig vindt, waar je de hele tijd eigenlijk mee wil praten, maar ik moet ook wat leren, want hmm. anders kan die leraar, vindt me dan niet aardig. Dus er zijn heel veel facetten. Er is elke dag, als je de school binnenkomt, lopen leer je nieuwe mensen kennen. Leer je uh, mensen die een ander soort gedrag vertonen dan jij, hoe kan je daarmee omgaan? Er is altijd een uitdaging, en ik denk dat dat heel goed is van school. Um, en ik denk dat, daar, dat, we daar ook, dat we dat ook vaak over het hoofd zien. En er zijn een hoop dingen die je daar gewoon in basis heel goed kan leren. Maar dat kun je ook met werk leren. Dat kun je ook zeker met werk leren. Of met ondernemen. Zeker, maar daar zit wel wat meer tijd, risico en energie aan vast. Mm. Want school is eigenlijk best wel een hele makkelijke manier om heel veel van dit soort sociale vaardigheden ja. ook te leren. Ja. Zonder dat er heel veel risico aan vast zit. Mm. Zonder dat je de huur hoeft te betalen. Terwijl je nog lekker bij je ouders woont. Hm. Dus je moet ook de kracht van school zien, denk ik. Wordt ondernemen onderschat? Ja, tuurlijk. <laughs> nee, ja, ondernemen wordt onderschat. En dan kom je pas achter als je aan het ondernemen bent. Ja. En als, de, als, het, als het echt moeilijk wordt. Dus als je echt je huur moet, ervan moet gaan betalen. Als je je eigen levensonderhoud ervan moet voorzien. Dan wordt het heel moeilijk. Hm. Ah, dan neem ik wel personeel hier aan. Doe ik dit en doe ik dat zelf niet meer. Ja. Ja. ja, dat is niet een beetje wat je moet omzetten om twee mensen fulltime voor je te hebben laten werken. Mm. En dat is een van die dingen waar je steeds meer achterkomt. Ja. Uh, nog een paar dingen. Hoe helpt? Uh, want je bent zo langzamerhand ook tussen de bedrijven door een soort van halve BN'er geworden, hè? want ja. ik mis veel, maar de, je Robinson, whatever, de dingen heb je heel veel dingen gedaan. Ja. Uh, wat, levert, wat betekent dat voor jou? Nou, het BN'erschap, dus er komen dan mensen naartoe en zeggen. Hey, maar jij, jij bent een BN'er? Oké. Okay ja, dus. ze ja toch. Zeg ik, ja, maar als jij dat vindt en jij herkent me, dan zou ik een bekende Nederlander kunnen zijn. Maar ja. het zegt niet, het zegt niets over me. Dus het zegt niet dat ik een sympathieke guy ben, want ik kan op die dag misschien eigenlijk helemaal niet zo sympathiek zijn, omdat ik net wat heb meegemaakt of ik heb ja. gewoon slecht geslapen. Ik kan wel een hele sympathieke guy zijn, maar het kan ook zo zijn dat ik uh, um, he, helemaal nog geen euro ermee heb verdiend. Hmm. Of dat ik er juist heel veel. Er zijn, het is zo leeg. Het zegt niet zoveel. Mm -hmm. En dat vind ik wel eens met het, met het, uh, het BN-schap en het bekend zijn. Ik ken een hoop mensen die heel bekend zijn en heel ongelukkig. En ik ken een hoop mensen die niet bekend zijn en heel gelukkig. Mm. Nou, en dat. En, uh, het, ik weeg daar niet zo aan. Levert het jou iets op, commercieel? Tuurlijk. Ik kom overal makkelijker binnen. Ja, ja ik bedoel, ik, uh, ik heb een bepaalde. ...betrouwbaarheid opgebouwd omdat mensen me al hebben gezien. En je, wordt niet, je komt niet zomaar in die situatie terecht. Dus je zal ook wel wat goed doen. Ja. Um, dus het levert me verschrikkelijk veel op. De eerste stap naar iets toe is altijd al gemaakt. Ja. Helemaal als ze je herkennen. En ze vinden je nog eens sympathiek. Ja, dan is het altijd makkelijker werken. Maar dat, daar is het nooit bedoeld voor geweest. Heb je ook een haters? Ja, tuurlijk. Hoe ga je daarmee om? Um, dat blijft altijd moeilijk. Nou, je kan zeggen dat je ze negeert. Maar dat, als iemand uh, niet positief over je is, dan is dat altijd moeilijk. Hm. Of dat uh, thuis is, of dat uh, achter de laptop is. Uh, als iemand jou niet aardig vindt, om een of andere reden of een mening ja, over je jij hebt, waarvan, je waarvan jij denkt, ja. is dat altijd gewoon uh, ook gewoon echt kut. <laughs> ja. ja, je bent er een beetje. Aan. Ik, ik weet dat ik. Uh... Ik ben dagvoorzitter natuurlijk, deel ja. voor congressen. En dan krijg je dus een evaluatie teruggestuurd. En dan 95 van de 100 die vond het allemaal helemaal top. Mm -hmm. Maar er zitten er vijf tussen. En die vinden mij dan ook echt gewoon een irritante eikel. Weet je. Ja. Dus die, die geven dan gewoon ook een 3. Ja. En, daar, en in het begin had, wilde ik ze het liefst bellen. Weet je wel. Van, maar ik ben echt best wel heel aardig. Weet je wel. Dus, maar dat heb ik wel afgeleerd inmiddels. Ja, dat heb ik nog steeds. Dus wij hebben ja. dan 400.000 mensen die kijken. Er ja. komen er 1000 comments onder. En er zijn ja. er 20 die zeggen. Ja. Naar DJ. Ja. Wat is hij Hij is veel te aardig tegen iedereen. En hij is niet kritisch. Of, uh, oh, hij heeft het weer over hoe duur de auto is. Of denk ik, ja, maar nou, hè? Maar, waarom? Ja. Ik probeer het alleen maar goed te doen en mooi te doen en voor jullie. Ja. Terwijl, ja, dat, iedereen is daar uh, een title tot zijn eigen mening. Mm -hmm. En dat is best prima. Mm -hmm. Maar ik ga niet doen alsof het me niks doet. Nee. Dat blijft altijd. Ja. Altijd. Want ik werk hard voor wat ik doe. En ik maak het met heel veel plezier. Dus het is ook heel kwetsbaar voor mij. En voor iedereen die met mij werkt. Ja. Wat zijn, I wat zijn ja. je toekomstplannen? Nou, dat is dus heel moeilijk omdat ik niet weet waar het allemaal heen gaat. Ja. Ik weet niet waar de media heen gaat. Maar je weet, je kan wel kijken waar Day One, waar uh, wat de finance, waar misschien andere initiatieven. Ja. Dat je plan. Je bent plan aan het plan nou, En eigenlijk altijd wat, aan ik, aan wat, ik, wat ik wat ik aan het doen ben is met Day One, is gewoon, hoe bouw ik systematisch en succesvol een, een platform op? Ja. En ik denk dat er een hoop bedrijven gaan zijn die zeggen: maar hoe doen wij dat? Kan je ons daarmee helpen? Ja. Of kunnen we jouw bedrijf overkopen? Eén, het genereert winst, maar twee, daardoor weten we ook precies wat jij aan het doen bent. Ja. Um, kan je misschien nog meer van dit soort dingen met ons opzetten? Hey, hoe kunnen we daar dan weer iets aan verbinden waardoor het nog beter gaat? Ja, ja dus het platformen bouwen en uh, en digitale digital equity opbouwen, dus ja, iets wat dat... van jou is in ja. de digitale wereld. Ja. Is, uh, is iets wat, wat, wat nog echt onderschat wordt. Ja. En ook. Uh, nog steeds, hè? Nou ja, het is ook, het is ook logisch, want uh, waar, waar, is de, um, waar is de opleiding tot, uh, tot uh, social media? Uh, uh, noem maar wat. Uh. Ja. Ik weet niet eens hoe de opleiding zou moeten zijn. Nee, maar heten. maar iemand we. die social media doet. Iemand ja. die in mijn bedrijf de social media runt. Waar is ja. die opleiding? Ja. Terwijl, hoe vaak zitten Hoeveel zitten we op de telefoon? Ja. Hoe vaak zitten we op die social media? Daar zijn nog geen, voor zover ik weet. Nog geen opleidingen die ik kan bellen, die ik zeg, hey, ik heb een goede stagiaire nodig die een beetje wat weet. Hé, hey, ik heb iemand nodig die geslaagd is, die onze social media naar een volgend level zou kunnen helpen. Zolang dat soort dingen er nog niet zijn, maar het wel heel belangrijk blijft, is het gewoon heel moeilijk. Ja. En dat, dat is gewoon op het moment zo. En content maken en hoe ik dat het beste doe ja dat daar zijn gewoon. Uh, dat lijkt nog een beetje naar cowboywereld ja. want het is er gewoon niet ik weet niet waar ik ze vandaan moet halen nee. wij hebben het meeste moeite om social media stagiaires te vinden voor onze socials die met nieuwe frisse ideeën komen uh, die jong zijn die weten hoe het TikTok algoritme werkt die weten uh, welke YouTube kanalen nu hot zijn uh, die zien welke onderwerpen goed zijn hoe we kleine ja. aanpassingen kunnen maken ja, die zijn er gewoon niet nee. Dus ja, dus er dus zijn het een, ook, een paar agencies die zich gespecialiseerd zijn. Maar ja, maar de betaal maar, je bakken met geld voor. Ja. Terwijl eigenlijk elk bedrijf dat zichzelf serieus neemt. zou zo iemand in dienst moeten hebben. Ja, ja. En, en dat is niet gewoon maar een fotopost. Hè. Dus, nee, nee, nee. Oh, er is iemand die deed dat foto's <laughs> post op onze Instagram. Nee, nee. nee er is en, iemand die alles analyseert. Ja. die de funnels bouwt. die jouw product erop aansluit. Ja, en die snapt wat het verschil is tussen een Insta, een TikTok of een ja. YouTube. Want het, is ook niet, het is ook allemaal nogal Het is allemaal totaal anders. Ja, Van, ja. Ik, ik vind Lin LinkedIn fantastisch. Ja. Ik vind LinkedIn een heel mooi platform. Maar voor mijn doen post ik er veel te weinig op. Terwijl ja. dat zou juist iets zijn waar wij het fantastisch nog zouden kunnen doen. Kunnen je maar van één kot leren toch? Ja. Dat is <laughs> René van dezelfde dat klopt. Wat nou, de ik, ik kan jou vertellen ja. dat ik daar heel veel met René over spar. Ja. En dat ik dat ook tegen hem heb gezegd. Ik denk dat LinkedIn jouw platform is. Ja. Um, en dat doet hij fantastisch. Ja. En dat, ik heb het een keer tegen hem gezegd. Maar kijk hoe hij het allemaal aan het invullen is. Ja, ik mm. denk dat hij dat heel goed doet. Ja. Het is heel echt. Met, wat je met René ziet, het is genuine. Het is gewoon echt. Dat is je drijf, hè? volgens mij is ook naar jou kijk. Wat, wat als ik jou eigenlijk zou moeten samenvatten als wat, wat jou nou echt drijft. Beetje cliché dit, maar dat is wel die echtheid hè, waar je naar op zoek bent. Hè? Want als ik alles wat ik van je tegenkom, heb ik wel het idee, ken je niet zo goed hoor. Maar heb ik wel het idee dat jij heel erg jezelf wil zijn en eerlijk nou, wil moet, zijn in wat je doet. Ik moet mezelf zijn, omdat als ik dat niet doe dan wordt het een hele moeilijke situatie om vol te houden. Ja. Eigenlijk ben je dan elke dag tegen jezelf aan het liegen. Um, en natuurlijk heb ik wel eens dat ik in auto... ik stap voor de zoveelste keer. Ja. En dan komt de reactie dat je denkt... ja, maar ik heb dit al een keer meegemaakt. Maar dan, dan doe ik nog steeds die reactie geven... die ik de vorige keer ook gaf. Of misschien een beetje anders. Maar hij moet wel zo echt mogelijk zijn... En dat is gewoon hoe het is. Kijk, ja. het, het, soms ben ik ook verveeld. Of soms denk ik ook bij mezelf: hoe ga ik dit nu omschrijven? Mm. Maar ik heb het dan een paar keer meegemaakt. Dit is hoe ik het de volgende keer, vorige keer vond. Dan gaat er een vuurtje met brand. Dan denk ik: ja, zie je wel, dat is hartstikke leuk. En dan komt die reactie weer. Mm. Het is ook de kunst om te doen wat je leuk vindt. Ja. En dan moet je jezelf af en toe wel een beetje. Ja, we kunnen niet half werk, hè? Nee. nee, dat gaat niet. Nee, ik, nee. ik in ieder geval niet. Nee. Nee, professionele interesse noem ik het wel eens. Die moet je soms aanroepen. Ja. Dat je dan intern denkt, eigenlijk, uh, ik weet niet, maar dan nee. toch op dat ja, moment. Ja, maar aan. dat is het. Ja. Dat is echt zo. Ik, uh, kom ik aanlopen bij een auto en dan voel ik bij mezelf: Oké, okay, ik weet niet wat ik hiervan ga vinden. En ik weet niet hoe of wat, maar ik heb dit nog te doen vanavond. En dan schud ik mezelf wakker en zeg ik: Oké, okay, vriend, ja. maar luister even. Jij hebt zo'n goed leven. Uh, je hebt het fantastisch voor elkaar, moet je kijken wat daar staat. En dan voel ik alweer bij mezelf... Ja, de energie ah, loskomen. De energie loskomen, en dan ben ik er weer. Ja. En dat is gewoon wel hoe het werkt. Yep. Maar ik probeer wel dat allemaal zo echt mogelijk te doen. Ja. Je bent weer veertien, nu. Hm. En je mag alles opnieuw doen, wat zou je anders doen? Ik zou eerder dit wat ik net verkondigd heb doen. Dus ik zou eerder compleet proberen trots te zijn op mezelf, op wie ik ben, wat ik denk en hoe ik me voel. Ik denk dat het me vooral in het begin in mijn carrière heeft het tegengezeten met dat ik me vooral probeerde te laten zijn, zoals ik dacht dat iedereen me moest zien, um, terwijl ik denk dat ik anders veel eerder overal had geweest um, als ik dat had gedaan. Dus gewoon echt mezelf zijn. Dat is toch best moeilijk, hè? Echt jezelf zijn, vooral als iedereen je mag en kan beoordelen, is, het, is een van de moeilijkste dingen die ik. Uh, uh, die in mijn carrière, uh, die ik ooit heb, heb moeten doen. Ja. Wat is heel kwetsbaar. Yep. Helemaal als er honderdduizenden mensen kijken. Dankjewel, JJ, voor dit gesprek. Ik vond het heel fijn, dankjewel. En dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren naar nou weer een gesprek zoals ik ze hier zo graag maak op 7D tv Echte gesprekken met echte ondernemers. Eerlijker kan ik het niet maken. Wil je meer van dit soort gesprekken zien en vind je het een tof kanaal, dan abonneer je. Want dan krijgen wij weer meer kijkers en dan mis je helemaal niks meer. Klik ook het belletje aan op YouTube. En als je naar de podcast zit te luisteren, abonneer je op het podcastkanaal waar jij het liefst op rondhangt. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi!